dat 0 tot 100 wordt hier een beetje lastig op dit werk, joh. Ja, dat is een uitdaging, hè? Wat is 0 tot 100 uit eigenlijk van het ding? Nou, dat kan wel even duren. Ik denk, Audi 100, 2.2, automaat, seconde of 13. Zomaar. Hij is in ieder geval... klinkt nog best goed, zo'n vijfcilindertje. Ja, ik zal hem nog niet op zijn staart trappen, want hij is nog een beetje koud. Maar hij is in ieder geval sneller van de 100 dan wij, hè? Qua achteruitkijkspiegels. Ja, dat heeft bijna 2 jaar geduurd. Mooi. Maar wel een mijlpaal. Zullen we zingen of niet? Nee, dat gaan we niet doen, Ronald. Nou, maar als jij daar enorme behoefte aan hebt, ga je gang. Nou, ik zal het de kijkers even besparen. Maar, ja. En de felicitatie is wel op zijn plek. Ook ja. In jouw richting. Ja, dat hadden we dat gedacht tijdens de eerste uitzending. Toen we in een Focus ST Wagon door de sneeuw ploegden. Ja, ik wilde dat zeggen, ja. Dat was de allereerste achteruitkijkspiegel. Eind 2012 was dat, hè? Ja. Ja. Nou ja, ik moet zeggen, ik had meteen wel het gevoel dat we een goudmijntje te pakken hadden, hoor. Ja, ik vind het gewoon leuk. Gewoon zitten, ouwe hoeren en kijken waar het schip strandt. Oude jongens krentenbrood, iedere week een andere auto en het heeft iets gezelligs. Oh, ja. Ja, en iedere week een andere flauwe grap. Uiteraard, ja. Wat waren de beste de laatste jaren? Ja, ik heb ze even heel snel door zitten nemen, die 99 voorgaande spiegels. Ja. En wat ik wel persoonlijk een hele gave vond, was de sinkhole. Weet je nog? Dat die, met de Twingo. Ja, die Corvettes, die waren in dat sinkhole gedonderd. Precies. In dat Corvette museum. Hebben we toen een variant opgemaakt. Ja. Met die Twingo, die ook in een zinkgat verdween. Met dank aan onze Robert Tucker. Onze After Effects specialist, juist. Die is heel creatief mee geweest. Ja, dat vond ik een leuke. Maar is die auto nog teruggekomen, of niet? Nee, daar heb ik nooit van gehoord. Nee. En weet je nog dat ik met Marco naar de kapper ging? Een Kim Jong-unetje halen. Even een Kim Jong-unetje halen, ja. En je bent er toch maar weer van afgestapt, zie ik? Ja, ik heb het toch maar weer laten groeien. Okay. Nee, maar zonder geinen. We hebben wel echt een hoop toffe dingen voorbij zien komen. Ja, je hebt er nog eentje in Amerika gemaakt. Met Marco, ja, in Detroit vorig jaar. Een jaartje geleden. En eentje op locatie. Ik heb ook eentje in Amerika gemaakt. Met Arie Luijendijk. Mr. Arie Luijendijk. Zo, dat gaat lekker. Bonke de bonk. Ja, in zijn S500. Ja. Met Arie L. Dat is een soepel gesprek ook, hè? Ja, dat ging lekker. Maar Arie, die kan goed praten. Alleen, ja, ik moest hem even zeg maar in een stoomcursus achteruitkijkspiegel geven. Ja. Dus dat kooprootje opgehangen en karma. Ja. Ja, dat was leuk. We hebben een keer met z'n drie op de voorbank van mijn Malibu gezeten. Ook bijzonder. Ja, zeker. En weet je, laten we eerlijk zijn. Dit is nu de 100ste. Maar als het aan mij ligt, hebben we nog... materiaal genoeg en auto's genoeg en meningen genoeg om nog jaren door te gaan. Wat mij betreft wel, toch? Is er nog wat gebeurd deze week of niet? Nou, het is een beetje matig qua autonieuws. De LA Auto Show die is opkomst. Ja. Dus daar hopen we wel het een en ander tegen te gaan komen. Het wordt nog een beetje vastgehouden allemaal, hè? Ja. Dus er gebeurde niet zo bar veel. Ja, spijker, maar niet positief, hè? Ja, en hoeverre dat nou echt nieuws is, vind ik wel gevraagd. Nee, dat is ook geen nieuws. Want dan moeten ze weer uit het pand, dan weer niet uit het pand. En ik vind het allemaal zo'n schimmige cel, jongen. Nou ja, het is zeg maar in een nutshell wat denk ik heel spijker is. Soms denk je van, nou, het ziet er best goed uit. Ja. En volgende moment denk je, ja, nee, het kan ook eigenlijk helemaal niet. Nee, ik vrees een beetje een nutshell vol gebakken lucht. Ja, ja. Nee, dat zullen we ook... Ja, ik vind het doodzonde, hoor, want ik gun dat soort merken het allerbeste, ja, maar het heeft inmiddels zo'n ongeloofwaardige status bereikt, ja. Dat het nou, kan niet meer. Laat ik het zo zeggen, toen de derde conceptcar van de Peking to Paris uitkwam, toen dacht ik van nou, dit is jij genoeg. Ja, dit moet wel een keertje misgaan, zeg maar. Oh, je merkt wel dat we op het platteland zijn, hè? Dat is mooi, mijn jongen. Kijk daar. Is dat echt een John Deere of niet? Dat is een John Deere, ja. Maar ja, of dit weet ik niet. Of een Massey Ferguson. Ja, die zijn dat is een Caterpillar. Die zijn rood, hè, met zwart, Massey Ferguson. Oh, jij bent echt ingevoerd. Ja. Ik gaf mijn weg maar een slinger. Maar... ik kom van het platteland. Okay. Hey, een andere heftig nieuws deze week is de nieuwe nomenclatuur van Mercedes-Benz. Ja, ze proberen wat chaos in orde te scheppen. Ja, mooi is dat, ja. Ja. Zo van, we maken het nog een keer onoverzichtelijker. Nou ja, ik kan me ook voorstellen als je niet heel erg ingevoerd bent, nee. Dat... al die typenamen, zeker van Mercedes, daar, mm-hmm. dat is niet meer te volgen. En dat hebben ze waarschijnlijk zichzelf ook gerealiseerd. Ja. Dus ze hebben namen voor de
de offroaders. Ja, allemaal GL'tjes. De crossovers, ja. SUV's. En dan voor de coupés en voor de cabrio's. Ja, en dat worden allemaal SL'en en CL'en. Ja, en de gewone series blijven. Dus de C, ja. De E, de S. De A en de B. De G, de A, ja. En de B. Snapt u het nog? Ja. Ja, en Maybach is opnieuw leven ingeblazen, ja. Hè? Maar nu alleen als een labeltje. Ja, een soort luxe versie, net als AMG het snelle versie is, wordt, ja. Maybach nu de luxe variant. Nou, ja. De allervetste S. Ja, nou, dat is wel een goede keuze, denk ik. We worden opgeduwd door een Picanto ondertussen. Oh. Ja, ik moet er toch een beetje met respect warm rijden, zo'n oud beestje. Staat te koop, hè, dat ding? Ja, hij is te koop. We hebben hem geleend bij Auto Hoeve uit... Achterveld. Achterveld, toch? Ja. Ik wou zeggen. In de buurt van Leusden. Ja, kennen het. Ja, precies. Ja, ja. Ja, hij moet ongeveer 2 mil opbrengen. Het is een 100 cc, ja. Uit 86. Dus een van de, nou ja, niet het vroegste bouwjaar, want hij komt al uit 283. Ja. Maar ja, lekker basic allemaal. Ja, en het 5 cilinder, 2.2. Precies. Leek ons wel even toepasselijk, hè? Een Audi 100 voor de 100ste achteruitkijkspiegel. Voor wie het bruggetje nog niet had gelegd. Ja, je moet het toch misschien even uitleggen. Ja. Hey, maar jij hebt ook echt persoonlijk iets met deze auto, hè? Ja, want vader Willebrands, die had er eentje vroeger. Een van de 360 auto's die hij heeft best veel gehad. Heeft, ja. Waaronder een Audi 100 cc. Ja. En dat was een Bordeaux rode. En ik vond het wel een fascinerende auto, want het was zeker voor die tijd mooi. Het was geen automaat. Nee. Anders had ik me dit ook wel herinneren, ja. Misschien. Nee, zeker voor die tijd was het natuurlijk een hele futuristische, vooruitstrevende auto. Super gestroomlijnd. Mm-hmm. En dan had je die luchtweerstandscoëfficiënt, de CW-waarde van, ja. 0,30. Dat staat zo in mijn geheugen geprint, dat maakt de indruk. Ja. Ja, het was gewoon eigenlijk een soort tijdloze auto. Ja. Ja, deze is een beetje fout, want die wielen die horen er niet onder. En die achterlichten, daar zullen we het ook maar niet over hebben. Smokey Robinson op de achterkant, ja. Maar ja, dat is wel een uitdaging voor de nieuwe eigenaar. Om op zoek te gaan naar originele delen. Om, ja. Die auto weer een beetje, ja, op te kalfateren. Maar het is wel een hele mooie basis om een hele nette, geconserveerd exemplaar weer op de weg te houden. Ja, weet je wel? Vind ik ook. Oude doos? Doos. Hoe noem je mij? Jeroen, kun jij een assistentie verlenen? De oude doos, dames en heren. Ik heb hem eigenlijk alleen maar voor de vorm. Ja, voor de vorm. Want ik heb iets meegenomen dat niet in de oude doos paste. Hey. Kijk, dit is de 100ste achteruitkijkspiegel natuurlijk. Dit is het Oude Testament, toch? Dit is het grote boek van Sinterklaas. We gaan het niet over Zwarte Pieten hebben. Maar dit is de 100ste autoweek aller tijden. Uit... november 1991. Wauw. Lach, hè? 23 jaar geleden. Weet je het nog? Over de Honda Concerto en de Rover 216. Over de Cizeta V16T. Ken je hem nog? Ja, veel van gehoord sindsdien. Ja, er is... Een multitest met allemaal chique bakken. En wat mij vooral... Kijk. Blood, die kwam Sugar, Sex, Magic van de Red Hot Chili Peppers. Dat is, nou ja, misschien wel mijn favoriet plaat aller tijden. Echt waar? Ja, ik vind dat zo'n goede cd. En die kwam toen uit. De automuziektip met de recensie erbij. Maar dit terzijde, wat gebeurde er in november 91? Nou, wat mij vooral opvalt, is de grootte van het boekje. Weet je, en ja, jullie hebben eerder gezegd dat wij het geen boekje mogen noemen, maar dat is eigenlijk gewoon een liefkozende term, hè? Een soort geuzennaam. Want het is ons boekje, een beetje ons kindje. Ja. Maar dit is gewoon, het is heel groot en de vormgeving is ook heel... Lukraak bijna. Het is gewoon op de pagina's getetterd. Oh. Kijk, een coupé. De Hyundai Coupé 1.5i GT. Apart en niet te duur, kopten we toen. Nou. Met natuurlijk de achterbakkentest. De onvermijdelijke koffertest. Test hem zelf. En dit. Tja. Kijk, vergelijkende test. Toen nog vertaald uit het Duits. Tussen een Audi 80, een BMW 325, Mercedes 190e en een Volkswagen Passat VR6. Representatieve zescilinders. Dat is een leuke... Zescilinders in dat soort auto's? Ja, dat had je toen gewoon nog. Toen kon het nog, hè? Ja. Oh, en een puzzel. Wat kon je winnen? Een CD-wisselaar? Winnen, een Sony CD-wisselaar, ter waarde van 999 florijnen. Ja, te gek. Leuk, man. En een raadplaat. Ja. Oh, ik zie het al. Dat is Peugeot. Peugeot, hè? Dat zie je meteen. Ja. Goh, moeilijk.
Ja, ik heb niet zoveel lezersvragen deze week. Ik zie het. Ik denk het wordt sowieso al een wat langere uitzending met al dat terugblik van ons. Precies. Beste mannen van de achteruitkijkspiegel, ik heb een vraag over Mercedes en AMG. Waarom maakt Mercedes eigenlijk geen Vito AMG of in deze tijd een V-klasse AMG? Met vriendelijke groeten Marijn van Vlasselaar uit Grobbendonk, Antwerpen, België. Nou ja, Marijn, ik denk dat het antwoord vrij voor de hand ligt. Hoe groot denk jij dat de markt is voor een busje met AMG-genen? Hè? Ik bedoel, voor een SUV met AMG-signatuur is nog wel iets te zeggen. Er zijn in China en in Abu Dhabi nog wel mensen voor te porren. Nee, en een V-klasse AMG. Ik denk dat daar gewoon, laten we zeggen, de markt veel te klein voor is. En dat de reden is dat we hem niet hebben. Inderdaad, een V-klasse, dat, het past niet helemaal in het plaatje. Zeker het zou wel heel vet zijn. Het zou wel een goed idee zijn. Misschien in navolging van de Espace V10 en de Transit V8. Precies. Maar ja, ideetje voor AMG. Het is afval te Bach. Als u meeluistert en kijkt, aan de slag. Doe er uw voordeel mee. En dan nog een kleine uitsmijter. In navolging van een oproepje een paar weken terug. Nick de Boer lijkt op Gijsbert van Boer zoekt vrouw. Wordt hier gezegd door Gerben uit Hoorn. Ja, nou, dat kreeg ik toegestuurd. Ik ken het programma wel. Ik kijk er alleen niet naar. Dus ik heb even opgezocht hoe Gijsbert van Boer zoekt vrouw eruit ziet. Hier is die. En? Maar dat is niet Nick de Boer, hoor. Maar toch leuk geprobeerd, Gerben. Ja, ik zie hem in de verste verte er niet in. Dus de vraag van deze week, op wie lijkt Roland Tameling? Oh, nee, hè. En wee je gebeente als je het Michelin-mannetje zegt, dan weet je te vinden. Nou, drop hem eens even op zijn staart. Ja, moeten we nog even 0 tot 100. Precies. Even kijken, daar ligt de verkeersdrempel. Gaan we dat halen, denk je? Okay. Is die warm? Ja, hij is warm. Ja, hij is nu wel warm. Nou. Hold on to your underpants. Nou, jij klokt mee, hè? Ja. 10, 11, 12. Drempel. Drempel. Dit gaan we niet redden. Dit moeten we niet willen. Okay. Nou, maar hij valt me niet tegen, moet ik zeggen. Er zit nog best wat pit in. Ja. Nou, de broek is nog schoon. Het was in ieder geval een mooie exercitie. Hey, maar waar ligt de toekomst van de achteruitkijkspiegel, wat jou betreft? Ja, wij van de achteruitkijkspiegel leven van week tot week. Want ja, wij weten ook niet hoe de wereld er over 3 weken, 3 maanden, 3 jaar uitziet. Exact. Dus wij blijven gewoon lekker doorgaan met wat we doen. En volgens mij moeten we niet te veel sleutelen aan het recept van de achteruitkijkspiegel. Echter, dat wil niet zeggen dat ik geen ruimte heb voor nieuwe rubrieken. Precies. Of nieuwe ideeën. Dus mocht jij zeggen, nou, als je nou dit meeneemt als onderdeeltje van de achteruitkijkspiegel, zoals we ook de oude doos hebben geïntroduceerd. Mm-hmm. Goede ideeën zijn natuurlijk altijd welkom, maar wat mij betreft gaan we door naar de 200.